chocolade surée truffels. Halveer 3 stengels surée in de lengte en snijd in stukken. Breng 125 ml slagroom met de surée aan de kook in een steelpan met dikke bodem. Draai het vuur laag en laat de smaak nog 5 minuten intrekken. Neem de surée uit de pan. Breek 200 gram extra bittere chocolade boven de room in stukken en laat al roerend smelten. Roer er 75 gram ongezouten boter door. Schenk het mengsel in een schaal. En laat in de koelkast afgedekt 1 uur opstijven. Schep het truffelmengsel met een dessertlepel uit de schaal en draai er tussen twee handen 16 ovale of ronde balletjes van. Zeef 50 gram cacaopoeder boven een bord en rol de balletjes erdoor. Laat de truffels in de koelkast weer even opstijven. Serveer de truffels op kamertemperatuur. Zo maak je chocolade surée truffels.